Er komt geen supermarkt aan de Aalsterweg. Na veel commotie en discussie heeft een meerderheid van de Eindhovense politiek gisteravond de komst van een supermarkt aan de Aalsterweg afgewezen. Hier op het Galvano-terrein had die supermarkt moeten komen. Een projectontwikkelaar wil hier nieuw leven inblazen. Nu nog een verlaten terrein van 10.000 vierkante meter. Maar volgens de projectontwikkelaar geschikt te maken voor parkeergelegenheid, een supermarkt en huisvesting voor arbeidsmigranten. De plek gaat verpauperen, je ziet het nu al aan de graffiti's, er wordt daar gekraakt. Er is geen andere bestemming mogelijk, er is geen andere invulling mogelijk dan de invulling die wij hebben bedacht. Daar heeft ook gebleken in de afgelopen tijd dat niemand met een ander idee is gekomen. Dus wij zijn bang als ons plan niet doorgaat dat het alleen maar veel slechter wordt en dat er de komende 10 jaar hier een verpauperd terrein ligt. Maar tegen het plan was meteen al veel verzet. Van bewoners en winkeliers aan de Heezerweg, een kilometer verderop. Daar proberen ze al ruim 10 jaar de winkelstrip Boulevard Zuid uit het slop te trekken. En dat lijkt nu eindelijk te lukken, met de komst van seniorenappartementen en 2 supermarkten. En die plannen zouden nu gevaar kunnen lopen. Stratum is niet groot genoeg om 8 supermarkten te kunnen huisvesten. Dat hebben we jaren geleden al uitgerekend. Dat staat in allerlei gemeentelijke nota's. Als er nu een supermarkt aan de Aalsterweg komt, komt er ook eentje aan de Canisiuslaan. Dat betekent in totaal 8 supermarkten. Dat is veel te veel. Kan Stratum niet hebben. Dat betekent dat Boulevard Zuid niet doorgaat. Dat betekent verloedering, verdergaande verloedering. Er is al sprake van grote verloedering en leegstand, dus die gaat verder. En bovendien, rondom Boulevard Zuid ligt nu 7 hectare grond compleet braak door allerlei stagnerende ontwikkelingen. Albert Heijn wordt de kartrekker aan de Heezerweg. Winkeliers zijn bang dat hij zich terugtrekt als er een Jan Linders komt aan de Aalsterweg. Want Albert Heijn is fel tegen de plannen voor het Calvano-terrein. Als een supermarkt zijn handen terugtrekt en we krijgen geen full-service supermarkt, daar is het winkelcentrum op gebaseerd. En we zijn bang dat de ontwikkelingen dan daarvan niet door kunnen gaan. En dat is onze grootste zorg. De winkeliers en bewoners bij de Heezerweg krijgen het bijval uit de politiek. Van wethouder Torunoglu en van de PvdA, CDA en de SP in de gemeenteraad. Ik fiets iedere dag langs de Boulevard Zuid en iedere dag zie ik daar steeds meer winkels leegstaan. Dus de leegstand op de Boulevard Zuid is veel nijpender dan dat ene pand aan de Aalsterweg. Maar D66 en het oudere appel zien dat niet zo. Wat me het meest dwars zit is de link die gelegd wordt tussen de Galvano-terrein en de Boulevard Zuid, daar zit 1300 meter tussen. En ik geloof er helemaal niks van dat mensen die straks hun boodschappen gaan doen bij het Galvano-terrein, dat die anders naar Boulevard Zuid waren gegaan. Dus die twee die hebben helemaal niks met elkaar te maken. Dus het is geen enkele concurrentie voor elkaar. Volgens D66 is er juist behoefte aan een supermarkt aan de Aalsterweg. En wordt de leegstand op het Galvano-terrein eindelijk eens aangepakt. In de huidige situatie zie ik een hele grote leegstaande hoek met winkelbestemming, met loodsen, met parkeerruimte, met kantoorbestemming, waar op dit moment even niemand anders vinger op steekt en zegt ik wil dat ontwikkelen. Dan komt er iemand langs die zegt ik wil er niet alleen een supermarkt maken, maar ik wil ook woonruimte scheppen voor arbeidsmigranten. Dus ik zie daar alleen maar kansen en op het moment dat je dat niet doet, dan laat je die kansen dus gewoon echt liggen. Ook de VVD, LPF en GroenLinks steunen D66 niet. Maar dat is vooral omdat het toestaan van een supermarkt aan de Aalsterweg in strijd zou zijn met eerder vastgesteld beleid. Dat beleid zou dus eerst moeten worden herzien. Wij zien, we gaan graag voor een mooi Galvano-terrein, maar binnen de regels die we met elkaar hebben afgesproken. Voorlopig kan de projectontwikkelaar aan de Aalsterweg niet verder met zijn plannen. Hij gaat met Jan Linders bekijken wat hij nu gaat doen.